Goedenavond, welkom in de vierde aflevering van Rijers Politiek, waarin we op zoek gaan naar de ideologische drijfveren van de Vlaamse politieke partijen. Vandaag is de Partij van de Arbeid aan de beurt met Peter Mertes en Mie Branders. Geneeskunde voor het Volk. Dat is een, een vereniging van, van groepspraktijken. Ja, we zijn een vereniging van een organisatie van de PvdA. Die in elf praktijken over heel het land, zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel. 11 uh, groepspraktijken uitbaat waar dat uh, patiënten gratis uh, gezondheidszorg kunnen krijgen aan hoge kwaliteit. Ja, en u bent zelf een van de artsen. Ik ben een van de artsen in de praktijk van Hobo. Ja, en die artsen die worden evenveel of moet ik het zeggen even weinig betaald als een arbeider? Wij leven aan een gemiddeld bescheiden arbeidersloon. Wij zijn bedienden en wij denken dat we op die manier eigenlijk iets beter kunnen begrijpen hoe andere mensen het moeten doen met een maandloon en zo een klein Alla. beetje op gelijke hoogte kunnen staan ja, met onze, onze eigen patiënten. Geneeskunde voor het volk. Als ik u zou vragen om uh, de Partij van de Arbeid, waar die voor staat om dat in één zin samen te vatten, wat zou u dan zeggen? Wij staan voor een uh, nieuw soort socialisme, een socialisme 2.0, waar men respect heeft voor de bronnen van de rijkdom. En dat betekent respect voor de natuur en respect voor de arbeidskracht. Dus de twee bronnen die onze. De samenleving rijk maken. We vragen aan elke partij dus ook aan u om een citaat mee te brengen en van de Marxisten verwacht ik dan iets. Dat is een open deur, dacht ik, van Karel Marx, maar nee, u heeft een heel verrassende uh, denker geselecteerd. Ja, een van de fantastische, meest fantastische woordkunstenaars en artiesten in mijn ogen van ons land, die het citaat belichaamt eigenlijk een beetje de maakbaarheid van de mens en, en het feit dat je ogen nooit mag uh, sluiten voor onrecht. Zegt u dan maar eens wie het en is en welk vandaag, woord citaat uh, klinkt. Vandaar Jacques Brel en het citaat is uh, luid. Uh, het is uh, de grootste vorm van waanzin is deze wereld te accepteren zoals zij is en niet te vechten voor een wereld zoals ze zou moeten zijn. Ja. Dus dat we lichaam, het engagement, de drijfkracht van, van denk ik al onze militanten en leden van de PVDA. Om het, om het vuur brandend te houden in dat gevecht, in die strijd naar, naar rechtvaardigheid op de wereld, tegen die groeiende ongelijkheid. Ja, Hoeft u kwaad als ik u op een populist noem? Ja, wetenschap, puur intellectueel wel, want populisme is surfen op de gangbare emoties van, van, van het volk. En dat doen wij niet. Wij hebben een ruggengraat, er zijn heel veel thema's. Uh, waarin wij tegen spontane ideeën ingaan. Wij zijn bijvoorbeeld een antiracistische partij. Wij nemen een moedig standpunt in tegenover het racisme. Uh, maar wanneer dan wel? Als, als ik zeg dat u probeert... Uh, maar als ik kijk, de kijk de neg... bij de... Mensen, ja, maar luister... want... In... In de 19e okay. eeuw, in de in de eeuw keek men, toen noemde men uh, de opkomende democratische beweging uh, met een ongelooflijk uh, R, de democraten zijn daar. Ja. En vandaag vind ik ook dat diegenen die proberen een stem te geven uh, aan mm. de mensen van onderuit, nogal snel van bovenuit populistisch uh, worden weggevaagd. Ja, ook aan jullie hebben we gevraagd om artikel 1, bij wijze van spreken, te formuleren. Hè? Hoe, zou dat, uh, hoe zou dat klinken? Ja, wij hebben daarin die twee bronnen van rijkdom willen uh, garanderen. Namelijk dat iedere samenleving geacht wordt om de twee bronnen van rijkdom te respecteren. Met name de arbeidskracht en de natuur. Ja, waarom is dat zo belangrijk? Om, omdat dat de pilaren zijn van onze samenleving. Werk, arbeidskracht en natuur. Die vormen de samenleving van de mensheid zoals we die nu kennen. En je hebt op dit moment een problematische relatie met beide. Namelijk arbeidskracht komt steeds meer onder druk. Uh, ook in Europa, hè. komt meer steeds in uitbuitingssituaties. Mm. Maar de natuur ook. Deze planeet ge uh, wordt geplunderd. Men gaat over de limieten van de planeet met dit economisch systeem. En als wij een Utopia zouden willen, een, een socialisme 2.0, dan vinden wij dat die samenleving haar bron, haar eigen bronnen van welvaart moet respecteren. Dat zou wet nummer 1 moeten zijn. Respecteer de arbeid en respecteer de natuur. Ja. Hoe zou dat er dan concreet eruit zien, zo'n samenleving? Is privébezit nog mogelijk in jullie ideale maatschappij? Uiteraard, want denk, als, uh, elke mens, elke mens uh, wil voor zichzelf een betere toekomst uh, uitbouwen en wil zich voor zichzelf ook uh, kunnen wonen, kunnen leven, kunnen, kunnen werken in de best mogelijke omstandigheden. Als het dan gaat over privébezit van alles, dan hebben wij een punt. En daar hebben wij een groot probleem. Privébezit van? Van alles, namelijk er zijn een aantal grote sectoren... In de maatschappij die zo belangrijk zijn dat ze best in samenlevingshanden zijn, in gemeenschappelijke handen. Zoals. Zoals bijvoorbeeld de financiële sector of de energie. Mm -hmm. Of de lucht. Dat we ja. gezonde lucht moeten gaan afkopen en dan ondertussen niks doen aan de CO2-uitstoot, dat lijkt ons niet ideaal voor onze samenleving. Goed, maar dus uh, als ik... Uh, ik mag een huis hebben en een auto en als... Ja, maar ik, 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 er, zitten, er zitten geen limieten aan, aan dat uh, bezit. Als ik dan een huis erf van mijn ouders die lang uh, heel spaarzaam hebben geleefd, dan kan dat ik niet. dat allemaal verwerven. gewoon nee, Even voor de, voor de goede orde. Nee, maar ik denk dat wat dat betreft is er misvatting in. Ik bedoel, wij zijn geen hippiezilla, wil dat wel even heel duidelijk zeggen. Ja, nee, wij zijn een moderne marxistische partij. Niet alles is van iedereen. Deze aarde is van iedereen, de arbeidskracht is van iedereen. En waar wij een probleem mee hebben, is dat die 1% rijkste, niet de 10%, maar de 1% rijkste, met te veel rijkdom gaan lopen. En dat de samenleving ongelijker wordt dan ooit. We gaan nog heel even fast forward doen, uh, meneer Mertes. Laten we zeggen, we zijn een half jaar verder. Hè? Verkiezingen achter de rug. Waar bevindt u zich? Uh, ik hoop uh, met een aantal mensen in het parlement, uh, in het federaal parlement, en ik hoop ook dat mensen als Gabi Kolenmenders van Fort Genk mm -hmm. in het Vlaams parlement zit en Fred Chilol van ArcelorMittal in het Waals parlement zit. En dan hoop ik dat wij verder kunnen werken om die stem te geven aan iedereen die het moeilijk heeft vandaag.